Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben vandaag een primeur. Toch? Ja, dat klopt. Want we zitten hier dus in Pathé Breda, waar we straks twee van de afvallers van Expeditie Robinson gaan interviewen. Ik hoorde in de wandelgangen dat we Shelly hadden. En wie was nou die tweede? Shelly heb ik gehoord. Shelly en Harold. Harold volgens Harold. Mij. Onbekend. Dat is de onbekende. Dus we hebben vandaag een bekende Nederlander en een onbekende Nederlander. Als jij je eventjes focust op het vuurtje... Ja, help je ook nog mee? Of ik zit hier heel werk te doen? Nee. Blijf jij je focussen. Ga ik eventjes die twee opzoeken voor een interview. Ah, vooruit dan. Ja, we gaan dus eventjes kijken of we Shelly of Harold misschien ergens zien. Even kijken, want het zit hier redelijk uitgestorven uit. Misschien zit iedereen al in de zaal. Waar zouden ze zijn? Kijk, volgens mij zie ik inderdaad Shelly al. Die ga ik eens eventjes aanspreken. Oh jee. Ik zei naar Shelly, een droom die uitkomt voor mij. Want ik dacht, ik hoop dat Shelly komt. En dan sta je hier. Dus heel gek. In één keer het echt, kan je gewoon aanraken. Hoe was het? Je bent net afgevallen. Ja. Vorige week. Ja. Vlak voor de finale. Ja, jammer. Ja, hoe voel je je? Ja, ik baal er wel echt van. Ik moet echt zeggen dat ik heb natuurlijk een stukje gezien van de finale proef. En dat ziet er zo gaaf uit. Elke keer had ik het idee van, nou, die halve finale, dat is ook wel goed. Maar als je dan die finale ziet, dan denk je, ik had erbij moeten staan. Ik had dat moeten doen. Maar nee, helaas. Maar was het zwaar? Heel het Robinson-avontuur, toen je het op de tv zag, hoe is het dan in de werkelijkheid? Ja, het is wel echt zwaar. Het is echt pittig. Ik heb maar 31 dagen gezeten en het is echt heftig. Maar ja, je weet ook van tevoren waar je voor opgeeft. Hè? Je weet dat je weinig gaat eten en slecht gaat slapen. Danny Vroger zei dat wel mooi. Die zei van, je weet dat je honger gaat hebben, maar je hebt geen idee hoe dat zal zijn, omdat je in Nederland nooit honger hebt. Mm-hmm. En het is wel heftig, maar ook echt heel erg gaaf. Stel, ze zeggen nou, Mike, ik mag volgend jaar meedoen. Doen. Wat is dan de tip voor mij? Wat is dan de gouden tip? Want ik wil dan wel die finale halen. Ik zou zorgen dat je niet de sterkste en ook niet de minst geliefde bent. Want je ziet dat die sterke mensen, die vallen best wel snel af. Of die worden snel weggestemd. En ja, de mensen die niet geliefd zijn ook. Of mensen die gewoon zelf opgeven, hebben natuurlijk ook er een hoop bij zitten. Ja, zorg dat je het heel graag wil. Als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik nog even een keer extra naar de sportschool gaan. Even wat meer erbij eten. En ja, proberen niet te veel op te vallen. Kijk eens even wie we hier hebben. Ja hoor, Harold. Harold, zou jij even tijd hebben voor een klein interviewtje met ons? Ja, zeker. Absoluut. Zeg het maar. Wat wil je me vragen? Ga naar onze reporter toe. Dank je wel. Oké. Ja, kom maar. Hoe is het er allemaal mee? Bij mij is het prima. We zijn aan de laatste avond van Robinson aangekomen dit jaar. Dus we gaan de magische grens overlopen. De finishstreep is in zicht. Dus dan is een heel mooi jaar voorbij. Een te gek Robinson jaar voor mij. En hoe was het nou om als onbekende Nederlander mee te doen aan zo'n grote televisieshow? Ja, super cool. Als je natuurlijk vanuit heel veel inzendingen zeg maar, wordt gekozen voor de laatste vier. Dat je mee mag naar zo'n avontuur als Robinson naar 1 is. Ik heb daar jarenlang achter aangejaagd om daar naar mee te mogen kunnen. En uiteindelijk is het dan uiteindelijk een keer gelukt. En dan zit je daar met bekend Nederlands op zo'n eiland. Meerdere eilanden is natuurlijk een droom die je gaat leven, die uitkomt. Dus super vet, super cool. En waarom zien we jou nou niet op het witte doek terug? Wat is er fout gegaan? Ja, ik moest ergens in het begin van het spel mijn stemmen oproken. En dan dat er tegen mij een actie werd opgetuigd om mij het spel te stemmen. Ik had één kans, al mijn stemmen inzetten, heb ik gedaan. Vervolgens de proeven sterk gespeeld. 5 keer 2e, net geen eerste. Dus ik ben de zoete melk van Robinson dit jaar. Dus ik ben heel veel keer 2e geworden, maar net niet genoeg om op het aan te komen wat ik graag wil zitten. Het finalisteneiland. Okay. En als we nou zeggen, je krijgt volgend jaar een herkansing, zeg je dan gelijk ja? Nee, ik zei keihard nee. 1 keer is echt voor mij meer dan genoeg. En ik heb mijn droom kunnen leven. En once a lifetime, 1 keer en nooit weer. Wie denk je wie de grote winnaar wordt vandaag? Ik hoop eigenlijk wel Carlos. Ja, ik ben echt voor Carlos. Ik ben Kai. Ik vind Kai wel heel erg leuk. Ja, voor mij is wel Kai. Ja, zeker weten. Ja. Voor mij ook Kai, maar ik zou wel echt heel erg lachen als toch Soenos gaat winnen. Ja, Kai. Kai, ja sowieso. Breda Nu. Je weet het meteen.